Wij gaan vandaag een pand kraken in Amsterdam-Oost, in de Ombelinstraat. We gaan een pand kraken voornamelijk omdat we gewoon op zoek zijn naar een woning. En omdat we het helemaal niet eens zijn met het huidige woningbeleid. Wij vinden het belangrijk ook dat er zulke initiatieven in onze stad blijven bestaan. En überhaupt plaatsvinden. Omdat wij vinden dat wonen een recht is. En wij het belangrijk vinden dat mensen hun recht in eigen hand durven te nemen. Het heft in eigen hand durven te nemen. Kraken gaat door, ik hoor het uit vele delen. En dat deze wet er door is, is het einde van de rechtsstaat. Een sprekend bewijs dat met geld niks in de weg staat. Politiek moraal is bankroet. Laat de oren hangen naar het vastgoed. Voor ideeën, ja, dan gaat het vastgoed. Want die lui hebben we niet in de gaten op. Kogel gaan het checken, Amsterdamse straten. En yo, dat klonk gangster, maar oh, dat mag nou wel. Want omdat ik wil wonen, kan ik naar de cel. Ik kan niet wachten op de woningbouw, dat duurt jaren. Ontdaan van het sociale, gaat het om geld vergaren. Vraag en aanbod, alles voor de marktwerking. En niemand nu ziet wat er is voor de beperking. Wonen hier in de buurt? Ja, ja, ja. Aha. Ik herken hem dus. Kan je vertellen over de situatie van die... Nou ja, het enige wat ik weet is dat volgens mij het is in een flat in slechte staat. En ik denk dat ze hem neergenaden uiteindelijk, maar het stond al heel lang leeg heel veel. Dat weet ik wel, ja. Dus nee, ik vind het. Er is een probleem met huizing in Amsterdam, dus wat dat betreft leegstand is gewoon niet acceptabel. Dus wat mij betreft moet alles gekraakt worden. De situatie van het pand is dat het in, al een aantal jaar op een slooplijst staat. Men is van plan om, of men was van plan om die panden tegen de vlakte te gooien. Maar men is daar nu op teruggekomen omdat de eigenaar heeft besloten dat zij daar kleine koopwoningen willen maken. Het ding is namelijk dat eigenaars, speculatiecorporatie Eigen Haard, niet genoeg geld verdient met de verkoop van woningen. Aangezien ze heel veel grote woningen in de verkoop hebben, hebben ze besloten om een aantal kleinere verkoopwoningen te gaan realiseren in deze panden. Nou, wij vinden dat absurd omdat het gewoon sociale huur is en sociale huur moet blijven. Dit beleid heeft op dit moment tot gevolg dat meerdere plekken in de wijk leeg staan. En plekken zoals het pand waar wij, wat wij gaan betrekken straks, dichtgetimmerd zijn en aan het verkrotten zijn. Wij willen dit tegengaan door middel van het kraken eigenlijk en samen met de buurt een punt maken naar Eigen Haard. Dat wij hier niet voor staan en dat wij gewoon willen dat dit sociale huurwoningen blijven. Nou heren, lekker weer vandaag, hè? Ja, zeker. Vertel. Nou ja, met de huidige situatie van het kraakverbod en ook in de context van... dat hier in dezelfde buurt vorige week of twee weken geleden een ontzettend gewelddadige confrontatie was vanuit de politie. Kan ik me voorstellen dat sommige mensen zich daardoor ernstig ontmoedigd voelen, maar ik kan me er zelf niet druk om maken. Wij doen wat we doen en we wisten dat het illegaal was voordat de staat daar een wetje over maakte die überhaupt kant nog wel raakt. Dus ik kan me er eigenlijk niet echt druk om maken. Nou, dit is een kraakwand, dit zijn de krakers, ja. Wij zijn de woordvoerders. Lekker politie. Wij hebben vanavond de pand gekraakt en wij kunnen, of nou ja, we gaan nu wonen. Dat is goed, maar heb je van tevoren naar elkaar gekeken hoe lang het beleefd staat en zo? Uiteraard, het staat ruim, die zijn leeft, ja. De eigenaar is Eigen Haard, wonen van de operatie. Ja. En die zit hier het hele blok in de meeste, het grootste gedeelte van de buurt. Ja, ja. En onze advocaat is Paul. Hij is op de hoogte van de situatie en heeft alle informatie die hij nodig heeft. Ja. En dat overleggen met de officier van justitie. Nou, je lijkt me goed voorbereid, toch? Ja, uiteraard. Ja, ja. Wilt u een nummer hebben van Raoul? Ja, ik zal hem makkelijk binnenkijken. Helaas, we kunnen u niet binnenlaten. Ik ben aardig jong, hoor. Dat is oké, dat begrijp ik. Wij zijn ook best oké. Ja, oké, dan moet ik even kijken of het stuk gemaakt is. Daar heb ik een beetje van. Helaas kunnen we dat echt niet meer toestaan. Dat is al heel erg lang niet meer zo. En, ja, maar slaapmodelletjes voor de zon. We kunnen wel weten. Het was van buiten dichtgeschroefd. Dus, ja, in principe blijven we de lijn volgen die we altijd al hebben gevolgd. Al kan het natuurlijk wel zo zijn dat individuele mensen zich hierdoor hier erg boos over maken. Ik kan me voorstellen dat het bepaalde mensen hierdoor misschien ja, toch wat minder sympathiek zullen reageren op de politie op het moment dat ze aankomen.
Maar, goh, ook dat denk ik niet dat het, uit de klauwen loopt. Ik denk dat als er een confrontatie komt, dat het absoluut vanuit de kant van de politie komt. En ja, dan zullen we daar gewoon een antwoord op klaar moeten hebben, dat wel. En volgens u, hoe lang is je leefconsulant? Ruim een jaar. Jullie gaan zo alle de wonen daar zo? Ja, we gaan hier met z'n allen wonen. Ik wens je heel veel succes. De beste mogen winnen, zullen we zeggen. Ik vind het, ja. Ja, de beste. Ja. En nou, houd rustig in de buurt. Gaan we doen. En maar, ja, je kent de procedure en dan gaan we wel zien wat. Ja. Ja? Oké. Okay. Mannen en dames, succes. Kraken is een gevolg en geen oorzaak. Langdurige leegstand tijdens woningnood.